Macrobit Radio huiswerk gemaakt. Dit is weer die Hollander met die Afrikaner accent. Dit is een real-time videostream van die Microbit project die ik in die vorige keer heb gedaan. Dus als je meer wil weten over hoe je een radioprogramma maakt met die Microbit, klik hier. En nu door naar een van mijn studenten die gaan laten zien hoe zij deze videoclip heeft gemaakt. Makecode.microbit.org. Dan ga je weer bij. Dan laat ik je even zien hoe je dat moet doen. Dan ga je als eerst naar Canon Cuckoo. En dan schrijf je microbit.makecode.org. En dan krijg je micro's en dan krijg je dit en dan druk ik als eerst op nieuw project. En dan heb je dit. En dan moet je ook twee van deze microbit, van de oplader en van de aansluiter, moet je twee van hebben. En dan gaan we hier. En dan is dan dit wat je ziet. En dit is dan de eindstand. Dus dan ga je als eerst naar radio en dan doe je radio instellen groep 1. Dat staat hier bij opstarten. Dan ga je weer naar radio en dan ga je naar wanneer de radio ontvangt. Dan doe je wanneer de radio ontvangt. En wanneer de radio ontvangt. Dan staat de recijfernummer. Maar dan ga je als eerst naar variabelen. En dan maak je een variabele die ontvanger heet. Dan druk je op dat receivernummer dat belt. Dan druk je op dat beltje. En dan doe je naam van de variabele opnieuw. En dan ga je naar basis, dan doe je toontekens, waar hallo ook bij staat. En dan ga je naar variabelen en dan doe je ontvanger, zet je dan bij toontekens. Dan gaan we naar info en dan doe je wanneer knop A wordt ingedrukt. En dan ga je naar variabelen, want dan ga je op verander. Dat doe je verander ontvanger met 1. Dan verander je het waar receive nummer naar ontvanger. En dan ga je naar radio. Dan doe je radio verzend. Dan doe je radio verzend nummer. Dus dan radio verzend nummer, dan staat er 0. Maar dan ga je weer naar variabelen en dan druk je op ontvanger. En die zet je dan hier. Dan doe je weer. Ga je weer terug naar radio. En dan druk je op wanneer radio. Oh nee, dan ga je als ik het doen invoer. En dan doe je wanneer knop A wordt ingedrukt. En als je dat hier naartoe sleept, dan is het niks. Maar dan verander je het dus van de A, dan wordt dit naar de B. En dan doe je wanneer, dan ga je weer naar. En dan ga je weer naar raad.
dan ga je weer naar variabelen en dan doe je verander om het recief nummer met 1. En dan doe je waar recief nummer doe je op dat kleine pijltje. Druk daarop en dan verander je het naar ontvanger. Dan ga je weer naar radio, toen doe je radio verzet nummer. En als radio verzet nummer, dan staat er dan 0, maar dan verander je het. Ga je naar variabelen, dan zet je dat neer en dan verander je naar, ga je naar variabelen. En dan druk je dan op ontvanger. En dan doe je met en dan verander je de 1 met min 1. Dat moest je doen bij verander ontvanger met min 1. En dan gaan we naar radio, doe je radio verander, verzet nummer ontvanger. En dan ben je klaar. En dan moet je dus de microbit en dan heb je 2 van dit. En dan moet je hem even aansluiten achterin. En dan zet je hier staat dan. En dan moet je hier naartoe en dan doe je het van. Dan staat kies een naam. Maar vooral je kies een naam naar radio 1. En dan druk je op dat kleine blauwe printachtige. Waarop als je dan krijgt, dus dan staat hier krijg je zo'n i'tje. En als je hier staat, dan krijg je zo'n vinger. En daar staat dan onder opslaan. En daar moet je op drukken. En dan. Dan moet je naar. En dan moet je op Finder. Bij mij moet je hier op dat glimlachje drukken, maar bij andere computers misschien. Moet je dan staat er hier ergens. En dan druk je dan op Finder. En dan doe je. Ga je naar downloads en dan zie je macrobit-radio1.hex en dan druk je daar heel hard op en dan ga je het bij microbit aflaten en dan moet het en dan gaat het downloaden. Dan zie je dat het gaat downloaden en dan heb je het hier. En dan moet het eindresultaat dan. Even, dan moet je weer de microbit pakken. We moeten gewoon even een microbit pakken. Je moet als eerst nog bij je download drukken, dan ben ik vergeten te zeggen. Ja, dus dan moet je even. Sorry, ik heb verkeerd gezet. Dan moet je even terugzetten, allebei. Maar dan moet je op download drukken, zodat het ook echt gedownload wordt naar je microbit, zodat je ook daar dan je werking krijgt. Dan druk je op microbitradio.hex. Dus dan is het daar naartoe gedaan al. Nee, dan moet je even op kruisje drukken. En dan moet je naar moet je hier bij dan moet je op dat kleine naar beneden. Dus dat. Dan moet je naar dat pijltje met die.
naar pijltje naar beneden. En dan moet je naar moet je op die micro weer drukken. En dan moet je even terug naar Finder. En dan moet je even naar de download. En moet je even naar moet je even als eerst op micro weer drukken. En dan. Dan doe je. Dan stuur je die. Dan doe je die microbit. Stuur. Wacht, dan druk ik even. Dan moet je even weer terug naar. Dan moet je even naar microbit. Dan staat er vaak 2 of 1, maar dan druk ik gewoon op 1 keer van dat. Even en dan. En dan drop je het bij. Dus dan pak je het weer terug van download. En dan druk dan download je het bij. En dan kopieer ik je het. En dan moet je het. Dus als het gelukt is. Hierop krijgen. Ja. Hier. En dan druk ik even op iets. Dan druk je op iets en dan staat als je op A drukt, krijg je dan A. En als je op B drukt, krijg je dan B. Dan moet je dus microbit radio 1 verzekeren. Moet je dan downloaden. Dan is het even te downloaden. Moet je even wachten. En dan is het, zou het gedownload moeten zijn.